De hele collectie van het Nederlands Historisch Scheepvaartmuseum, dat in Amsterdam voorlopig gevestigd was in een 20e eeuws pand, is in de afgelopen maanden ondergebracht in een passender behuizing. En wel in het uit de 17e eeuw stammende, op 18.000 palen in het eigen gebouwde tuighuis van de Amsterdamse Admiraliteit. Dat later onder de naam Slans Zeemagazijn bij de marine in gebruik was. In 14 zalen is het bezit van het museum nu veel overzichtelijker opgesteld dan voorheen. De collectie bevat talloze schilderijen. Dit stelt de zeeslag bij Gibraltar in 1607 voor, van de hand van Cornelis Claeszoon van Wieringen. Groot is het aantal scheepsmodellen uit de zeiltijd, waaronder 19e eeuwse barken, brikken en schoeners.